Weet u nog, 11 juli 2010. Een historische dag. Nederland zal geschiedenis schrijven. Er is geen houden meer aan. Amsterdam stroomt vol. Hoor hoe het roept en bazuint. Het gaat gebeuren. Geen twijfel mogelijk. Land zo trots. De geest van Rembrandt wordt al aangeroepen op de tv. Rembrandt zelf, let op. Ze zien hem schilderen, alsnog. De geschiedenis zal opnieuw beginnen. In één klap alles vergeten. Alle nederlaag en missers. Want kijk, hier komt punt nul in de historie van het Nederlandse volk. Vanuit de lucht, het Museumplein. Dit is niet te vatten bijna. Dit is zo verschrikkelijk mooi. En daar worden bloemen uitgestort. Uit de helikopter kennelijk. Over de, naar schatting, meer dan 100.000 mensen. Wat fantastisch is dit, zeg. Johannesburg 2010. Rembrandt hebben wij nooit zien schilderen, maar Freyna Niebel Steenmaker. Wij zien toch wel mooi Oranje spelen in de finale van het wereldkampioenschap en sommigen van u al voor de derde keer. Mogen het dit keer goed gaan? Mogen we het dit keer niet intuigen? Dat is niet goed pas. Charlie, weer een overtreding van de Jong en er zal weer geel komen. Onbesuisd. Van Bommel, laat hem houden en deze raakt hem niet. Stel je voor, een heel volk is nu aan het bidden. Snakken, even één, met onze goden, daar. Kijk, kijk ze toch bezig. Iedere aanval wordt afgeslagen, iedere bedreiging. Maar het gaat snel met de tijd. In de eerste helft 5 gele kaarten, kansen nauwelijks, doelpunt al helemaal niet. In de 19e finale van de wereldkampioen voetbal tussen Nederland en Spanje staat er nog 0-0. Nu zal Van Marwijk ook wel een extra bedoeling hebben gehad. Want hij zal het elftal hebben toegesproken, hij zal de spelers hebben aangekeken. En hebben gezegd, niet nog zo'n helft. Het is zover. Hier komt het keerpunt van de geschiedenis. Daar wil je bij zijn. Omdat het nu, ik herhaal, nu gaat gebeuren. Moet gebeuren. Nu toch wel, vinden wij. Maar op het speelveld in Johannesburg regent het gele kaarten. Nog geen doelpunt. Komt nog. Komt zeker, denken wij. Dachten wij. Toch? Chavi. Voor de Chavi. Toujours en gemist door Capdevila. Levensgevaarlijk met het hoofd. De aanvoerder van Barcelona. Matthijs. Sneijder. Ja, goede bal, goede bal. Robben, op weg naar. Op weg naar. Arjen Robben.
Kans voor Robben. Corner voor Spanje. Het duurt maar. Gele kaart voor Robben. Mijn god, dit was toch het moment, de dag. Dit is toch de dag waarop Nederland. Hier leefden we voor. Dat ergens een balletje aan de andere kant van de globe. Dat balletje tussen twee palen. Zo naartoe geleefd. Dat zij daar, dat wij dat presteren. En nu, het wordt stil als Nederland in een gat valt. Voor de tweede keer in de geschiedenis, 0-0 in de finale na 90 minuten. Twee keer een kwartier. En die heeft al geel gehad. Ik krijg nog een keer geel, dus rood. Het is geen doen zo. Die kaarten onterecht. En al die kansen. Het vervliegt. Alles zit tegen. Steeds duidelijker. Dit is de dag niet. Tot in de verlenging. Vervliegt langzaam. Vervliegt de hoop. De laatste trots. Wegsmelt het. Weg. Rembrandt, ja. 400 jaar geleden. Fabregas, is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is, is het voorbij. Iniesta. En dan is het nu door Andres Iniesta. 1-0 voor Spanje. En dan is het voorbij. We schrikken wakker. We hebben gedroomd. Allemaal. Dat het de dag was, maar nee, nooit geweest. Nooit bestaan, deze dag. 11 juli 2010, nooit van gehoord.